Vandaag ga je kijken naar de cleandisken van HBM. Twee verschillende soorten. €2 duurder. Is je dat geld waard? Nou, het mooie ervan, die €2, wat krijg je daar in eerste instantie voor? Dat die in een gewone haakse slijptol kan. Die mag 12.000 toeren draaien. Daar mag er deze. Deze mag daar niet. Hier staat het op. 7800 toeren per minuut. Dus die moet in de accu. Slijptol. Die draait een stuk minder snel als hem. Ik ga gewoon proberen wat het verschil is. En of ze echt extra duurzaam zijn. Welkom bij Harry de Ferryman. Ik ben Harry. Vind je deze filmpjes leuk? Duimpje omhoog. Wil je er meer zien? Abonneren. Belletje aanklikken, word je op de hoogte gehouden. En nu snel verder waar we ermee gaan doen. Hier heb ik een plaat liggen. Dit is van een stuk pond. Zit er 100.000 lagen verf op. Een streep in het midden gezet. En we gaan ze gewoon eens schoonmaken. En kijken hoe lang dat er duurt. Om te kijken hoe lang dat er duurt pak ik mijn telefoon. Maar die kan ik hier nergens neerleggen. Want dat geeft een rotzootje. We zullen hem eens pakken. Er is een stopwatch aan en dan zet ik hem hier achter me neer. En dan beginnen we met de gewone. Dus die mag 7800 toeren, dus die doe ik met de accuslijptol. Dat kan gewoon, dat is geen probleem. Heb ik een stopwatch? Ja, die heb ik. Zet ik de stopwatch aan, maar ik doe eerst eventjes mijn veiligheidsmiddelen op. Want er wordt een stofzootje, dat is of een stofmasker op, of ja, ik heb dan geluk dat ik een helm heb. Mijn vers luchtsysteem. Want het gaat een rommeltje geven. We zijn zo bij u terug. Stopwatch. Handschoenen moet ik nog eventjes aandoen. Ga de stopwatch starten. En dan beginnen we gewoon eens. Hij loopt. Dit is zo'n klusje, dat doe ik op het werk vaak en zo de verf afhalen. Het zit overal even dik op. Dus ik vind deze slijpschijven, die cleandisc, daar vind ik echt een uitkomst. En nou wilde ik die blauwe wel eens proberen, dus daarom heb ik ze besteld. En die kan ik dus ook gewoon in een gewone slijptol zetten. Dat is wel zo gemakkelijk. Kijk, want dit is maar een stukje, daar houdt die accu slijptol wel vol. Maar met dit soort werk... Nou heb je de accu leeg, 7, 10 minuten, is hij helemaal op de accu. En normaal gesproken moet ik wel grotere stukken schoonmaken, dus dan is er eentje meer snoer toch wel makkelijk. Een accuslijptol is helemaal niet gemaakt om dit soort werk te doen. Ik gebruik hem er wel voor, maar ik wil niet zeggen dat hij ervoor gemaakt is. En gelukkig heb ik genoeg accu's erbij, dus dat probleem dat hebben we dan ook niet. Maar je ziet, die verf, dat is echt troep. En eerst had ik al schuurschijfjes of lamellenschijfjes. Slippen mee vol, dat verbrandt. Ik weet niet wat dat is. En bij die cleandisc, hij slaat het er netjes af. Ideaal spul. Is echt ideaal voor dit werk. En je bent zo een eind weg, zie je wel. Dit plaatje, dat is, wat was het nou? De helft van het plaatje. Ik meen 18 centimeter dat de helft van het plaatje was. Dus 18 bij 25 is het stukje. Ja, je kunt zien hoe lang dat ik ermee bezig ben. En mijn stofzootje dat geeft in de garage. Niet normaal. Ja, dat is niet anders. Kijk eens, en hij is schoon. Nu ben ik benieuwd naar de nieuwe. Hoe snel dat die erover doet. Minuut 9. Dat valt niet helemaal tegen, 2 minuut 9. We gaan hem weer starten. Nou, die gaat ook van eigen, zie je wel. Dus het werken met de twee schijfjes, dat maakt eigenlijk geen verschil. Dus, en het beeld waar je hebt, dat is ook hetzelfde, zie je wel. Had eerst die dikke teerlaag, ja het is geen teer, het is intertuf, het is troep. Je haalt die er zo af. Wederom met een hoop stof in de werkplaats. Ongelooflijk. Maar ja, hij werkt net zo goed. Zeker net zo goed. En het mooie is, hij is iets vlugger. En hij mag in de gewone slijptol. Hij mag die toeren hebben. Dus het zou wel ja, op de een of andere manier anders geperst zijn of zo. Dat je die toeren mag hebben. Maar we gaan er nog langer mee testen. Dit is gewoon zomaar de eerste indruk. Ik heb 2 doosjes ervan besteld. Dus ze zullen nog echt genoeg terugkomen. Ja, nou weer bijna gedaan. En hij is mooi schoon. Mooi blank geworden. Dat hebben ze alle twee goed gedaan. Ja goed, deze is sneller. Draait ook sneller rond, hè. Hij draait gewoon sneller rond. Hoe schoon dat ze het maken. Dat maakt niet zo heel veel uit. Deze kant, die geeft iets meer krasjes in de metaal als deze. Maak er wel een fotootje van dichtbij. Hij doet het dus goed in de gewone slijptol, die extra duurzame. Ik ben benieuwd. De tijd zal het uitwijzen. Ik kom hier nog een keertje op terug. Vooralsnog, ik zie, ja, slijtage is moeilijk te zeggen. Moet ik hem gewoon wat langer testen. Hij werkt in ieder geval wel vlugger, wat ook logisch is, omdat hij sneller draait. Hij heeft niks aparts aangelaaien, ja, hij ook niet. Niet dat je helemaal dicht slipt, hè. Dit is rotverf die we hierop hebben zitten. Dit is intertuf, die zit op de onderkant van schepen. Dat is echt een plaksoortje. Dat is ongelooflijk, wat troep dat er eigenlijk is, maar ja. Ze hadden het er zo af liggen en er zaten echt een hoop lagen op. Vooralsnog, hij de winnaar omdat hij sneller is. Is hij €2 per schijfje meer waard? Ja, in principe wel, omdat hij in een gewone slijptol kan en mag. Dus daar vind ik al behoorlijk wat waard. Deze, die mag niet sneller draaien als met de accu-slijptol. Die ik er nu voor gebruikt heb. Kort filmpje. Ik hoor graag wat jullie er eigenlijk van vinden. Of het die €2 meer waard is. In een productiebedrijf is hij dat waard, hè. Als je er sneller mee bent. En hij gaat nog langer mee ook. Dan moet je het waard zijn. Alleen of je langer meegaat. Dat moet nog blijken. Ik ga hem gewoon nog testen. En jullie horen van mij. Voor nu, bedankt voor het kijken. En ik ga afsluiten zoals ik altijd doe. En dat is zoals we in Brabant zeggen. Houdoe!